Dirk, 3-2 verlies tegen Beerschot. Wat is uw analyse van de wedstrijd? Ja, op drie keer counter, vind ik. En niet goed mee omgegaan. En ik vind dat wij hier zeker iets konden rapen. Want ik vond die niet beter als ons spelen. Wij geven 3 kansen weg en 3 keer scoren die. Dat blijft een beetje een pijnpunt. Hè. 3 vermijdbare doelpunten opnieuw. Hè. Ja, inderdaad. 3 vermijdbare doelpunten. En dat is inderdaad zo dat jij zegt dat dat iedere week precies hetzelfde is. Maar we mogen niet de koppen laten hangen. We moeten blijven vechten. En erin geloven dat we echt een goede resultaat kunnen neerleggen. En een goede reeks kunnen neerleggen. En zo'n match proberen te winnen. Want vorig jaar waren we de beste verdediging, denk ik toch.